Het was een avant-garde. Echte mentaliteit van een avant-garde. Wij doen iets wat goed is, wij doen iets wat nodig. Een beetje revolutionair, hè? Bezeten van eigen gelijk. Over geloof wordt eigenlijk niet gesproken. De behoefte is er wel, zeker bij ons, om over geloven te willen praten. Maar het is net als met abortus, daar wordt ook niet over gesproken. En het is er wel. En je moet er wat mee. Nog altijd ben ik bang dat vrouwen met kinderen, vrouwen met een kinderwens, het me kwalijk nemen. Dat ik er bewust voor gekozen heb om mijn zwangerschap af te breken. Om mijn kind niet geboren te laten worden. Het is op zijn zachtst gezegd omstreden. Ik was huisarts, gepromoveerd in 1969 over de anticonceptie. Ik was een gewone, nette dokter, hield zich niet bezig met duistere zaken. Maar eigenlijk tot onze verbazing werden wij met een groepje artsen op een gegeven moment meegesleurd in de abortusbeweging. De gynaecologie weigerde in toto. En toen dachten we, ja, als zij het niet doen, dan moet misschien iemand anders het doen. Ja, ik weet niet. Waarom me dat emotioneert, maar ik denk door de snelheid waarin zich dit heeft ontwikkeld. Vergeet niet dat de praktijk gewoon doorging. Ik heb in Nijmegen gewerkt als kraamdocent op het kraamcentrum. En dan kom je in van allerlei soort gezinnen in de stad. Mijn ervaring was dat niet ieder kind gewenst geboren is. En ik vind het heel jammer als je dan al direct de indruk krijgt van het moet weer. En ik zou het heel fijn vinden als ieder kind gewoon welkom is als het geboren wordt. Eind jaren 60 begon toch de luide roep
meer en meer ook van vrouwen te komen om meer zeggenschap te krijgen over hoe zij hun leven wilden inrichten. Ik vond dat als iemand zwanger was en absoluut niet daarvoor gekozen had, dat er een mogelijkheid zou moeten bestaan om een goede medische ingreep te kunnen doen om de zwangerschap weer ongedaan te maken. Ik werd lid van een vereniging man-vrouw maatschappij en bij toeval kwam daar iemand, een gastspreker, die kwam vragen of wij als vrouwen daar wel achter stonden dat er een kliniek opgericht zou worden. Nou, dat was voor geen dove mans oren gezegd bij mij. Of dove vrouwswoorden. Ik heb op het einde van dit gesprek gezegd van als jullie beginnen, dan mogen jullie mij aanspreken daarop. Op een gegeven moment is er een bijeenkomst geweest en toen bleek dat wij de verst gevorderde plannen hadden en kregen wij de eerste lening. Gerekend op ongeveer 600 patiënten, wij noemden ze niet cliënten, nee, het bleven patiënten, want zij leden daar vaak onder. Die ontwikkeling is razendsnel gegaan. Het was een avant-garde, echte mentaliteit van een avant-garde. Wij doen iets wat goed is, wij doen iets wat nodig. Een beetje revolutionair, hè? Mijn vriend was 18, ik was 19. En we hadden elkaar leren kennen bij de opleiding Klassieke Talen in Nijmegen. Al tijdens de introductieweken broeide er iets tussen ons. En in de weken erna bleef de aantrekking groeien. En hebben we samen de eerste spannende schreden gezet op het prachtige pad van seksualiteit. We waren niet bang voor ziektes of zo, want we hadden allebei nog nooit seks gehad. Dus we hebben de pil overwogen, maar niet gedaan uiteindelijk, omdat ik chronische hoofdpijn had. Op dat moment liep ik bij een homeopathische arts daarvoor. En die zei van, nou, met die hormonen, dan is de kans heel groot dat het erger wordt. Dus dachten we van, nou ja, mijn menstruatie is heel regelmatig, dan gaan we periodieke onthouding doen. En op een gegeven moment bleef die uit. Dus toen gingen we ons zorgen maken. Nu kun je vroeger in de zwangerschap al testen dan toen. Die tests waren toen anders of zo. Tenminste, dat staat me bij. Hoe kwam je die tijd door? Ja, met veel onzekerheid en spanning. Een kinderwens had ik niet. Ja, ooit, ver in de toekomst. Als ik was afgestudeerd en werk had of zo. Maar niet op dat moment. Mijn studie daarentegen vond ik fantastisch. Ik vond en vind leren leuk. En in de studie die ik deed, klassieke talen, was een heleboel te leren. Bovendien was ik regelmatig in de gelegenheid om een korte of langere studiereis te maken. Dit was alles waarvan ik had gedroomd. De eerste dag waren we dus full speed aanwezig, 4 artsen en 1 verpleegkundige. Die eerste behandeling vond ik heel spannend, maar ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. De artsen hebben ook heel rustig de behandeling uitgevoerd. Het is allemaal goed gegaan. De sfeer was positief gespannen, laat ik het zo zeggen. We gingen in het begin niet verder dan 12 weken. En dat is een dilatatie van 8 mm hooguit. Als je het rustig doet, je geeft lokale anesthesie met xylocaïne, novocaïne,
wat dan ook, en je neemt de tijd ervoor, dan is het praktisch pijnloos. Of soms aan het eind, dan krampt de zaak samen. Tegenwoordig wordt er veel meer algemene narcose gegeven. Zo, waar gaan we zitten? Wat een verhaal, jeetje. Ja, de boze buitenwereld die is heel heftig geweest. Vooral ook politiek gezien zijn er dus toch wel acties geweest die heel onplezierig waren. Ja, ik heb me daar één keer mee bemoeid met Frater Huppeldepup. En dat was een zinloos gesprek. Die meisjes die hier binnen gaan hebben niet eens de grootste schuld, die moeders en meisjes. Maar het gezag bij allemaal zijn schuld, de hele maatschappij. Totaal zinloos. Dus dat heb ik, heb me omgedraaid en ben doorgegaan met mijn zondige arbeid. We zijn al 33 jaar bezig en er even verontwaardigd iedere keer als je dat huis ziet. Hè? Maar die nieuwe mensjes, ja, als afval kort gemalen worden. Zo zeg het maar in feite. Hè? Het is gewoon waar. Ik vind die vuilnisbakken het is, het is geen echte hulp aan de moeder. In diepste wezen niet. Hè? Het is in strijd met het mens en moeder zijn. Hè? Het is nooit geen hulp. Een keer heb ik meegemaakt dat ik aankwam op de kliniek op een zaterdag. Dat een hele groep mensen voor de deur lag. Dat we gewoon niet naar binnen konden. En dat ik ondertussen telefoon kreeg van, goh, Jeanette, ga maar niet naar, probeer maar niks, want hier moeten we gewoon samen uitzien te komen. Was dat eng? Ik vond dat een eng gevoel. Je kon van katholieke artsen niet verwachten. En ook van die armen van acht, niet dat dit er mee eens zou zijn. En nu nog is het een hot issue, zelfs bij paus Franciscus. Ja. Ik heb ook thuis de mensen ingelicht van wat er gepasseerd is. En dat het best kan zijn dat op een gegeven moment ook mensen de werkers thuis gaan opzoeken. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Maar die angst was er wel. Maar de angst was er wel. Ik werkte in Arnhem en ik woonde in Nijmegen, dus ik had ook nog een stuk onderweg. En dan denk ik altijd van, nou, heel eventjes tot mezelf komen. En niet direct thuis aan tafel aan te schuiven, want dan ben je het nog niet kwijt. Mijn zwangerschap was een groot geheim. Niemand mocht het weten. Mijn ouders niet, zijn ouders niet. Onze studiegenoten niet, de huisarts niet. Want stel dat hij het toch tegen onze ouders zegt. Het was ons geheim. Het enige wat we konden bedenken was die homeopathische arts bellen, waar ik voor mijn hoofdpijn was. Omdat we wel ook zoiets hadden van, hè, help, wat moeten we nu doen? En hoe we willen die zwangerschap niet, hoe moeten we daarmee verder? Zijn we naar een telefooncel gegaan, omdat ik in een studentenhuis woonde met waar ik dan anders op de gang zou moeten bellen, zeg maar, waar iedereen het kon horen. Dat is een hele tijd volgens mij de enige geweest die we het verteld hebben. Ja, en dit is natuurlijk iets heel, heel groots en onwerkelijks, dus waar ik me ook nog schuldig over voelde en voor schaamde. Ik was bang dat mensen er van alles van zouden vinden, dat ze het stom zouden vinden, boos zouden worden. Ik voelde wel ergens heel erg de behoefte om met anderen hierover te praten, omdat het zoiets groots was.
Ik weet nog dat ik het een jaar of 6 later aan mijn moeder heb verteld. Mijn vriend en ik waren toen niet meer samen. We zaten in de auto, mijn moeder reed. We waren samen een dagje weg geweest en we waren intensief aan het praten over hoe moeizaam de relatie tussen mijn moeder en mij was tegen het einde van mijn tienerjaren. Zo opende zich bij mij het verlangen om mijn grote geheim met haar te delen. Ze was niet boos. Niet omdat ik niet voorzichtig was geweest. Niet omdat ik het niet had verteld, nergens om. Ze moest huilen. Om mij. Omdat ik dit alleen had moeten dragen, zonder haar hulp. We hebben samen gehuild in de auto. Het was mijn werk en dat wilde ik goed doen. En ieder ander die erna zou vragen wat ik deed, gaf ik toch maar een heel globaal antwoord. Want ik dacht, ja, als jullie precies weten wat ik doe, dan is het gesprek misschien weg. En ik begon altijd maar eerst te zeggen dat ik verpleegkundige was. Nou, goh, en dan werk je zeker in een ziekenhuis. Ik zeg, ja, in een polykliniek. Nou ja, en zo kom je alsmaar dichterbij van wat doe je precies. Maar zover kwam het vaak niet eens. Om echt zo over het onderwerp abortus te praten, dat is... Nou, dat is nu nog echt een moeilijke kwestie. Als ik dan toch langzamerhand kijk naar het gezin waar ik uitkom, mijn ouders vooral, ja, die waren daar niet zo blij mee. En ja, dat gevoel van gemis, dat ik met hun daar niet wat meer open over heb kunnen praten, dat blijft zitten. De rol van de directrice van de school was dat zij die jonge meiden in goede banen te leiden om daar halve nonnen van te maken. Ik kon daar heel slecht tegen. Ik schaamde me dat ik zwanger was geworden. Ik wist hoe het werkte uiteraard. Ik was goed voorgelicht, wist van condooms en andere voorbehoedmiddelen. En toch werd ik zwanger. Vrouwen, meisjes worden zwanger, ook ongewenst. Maar daarover wordt niet gesproken. Behalve dan in termen van het terugdringen van het aantal ongewenste zwangerschappen. Doordat er weinig en dan nog vaak in negatieve zin over gesproken wordt, mag het er niet zijn. Een paar weken later konden we pas terecht. Al die tijd nog daarmee lopen, zeg maar. Met dat kindje wat ik niet wilde. En ook van, maar is het dan nog wel op tijd? Want er zat zo'n maxima van 13 weken op dat moment nog. Ja, wat anders, daar wilde ik niet eens aan denken. Maar dat speelde dan wel mee. Dat kon je niet verdragen, die gedachte. Want anders... Nee. Nee. Op de dag van de abortus zijn we met de trein naar Arnhem gegaan. Ja, op een gegeven moment waren we daar voor de deur, zijn we naar binnen gegaan. En zijn we in dat voorgesprek uitgenodigd. Daar mochten we gelukkig met z'n tweeën zijn. Maar dat, ja, dat voelde echt heel erg spannend. En ja, dan moesten we allemaal vragen beantwoorden over mijn zwangerschap, waarom en of, ja, hoe het was gekomen en zo. En ze zei dus iets van die periodieke onthouding, van dat ook helemaal niet een veilige methode is. Dus ja, dat voelde ik me echt in elkaar krimpen. Van, ja, ik zit hier om, niet omdat ik het zelf leuk vind. Ik heb het niet, ja, heb het niet voor de lol gedaan of zo, zwanger worden. Het was ook fijn dat het eindelijk zover was. Dat we daar, en fijn dat we daar terecht konden. Dat er zo'n plek is waar je gewoon anoniem naartoe kunt.
dat niemand het hoeft te weten. Dat, ja, daar voelen we ons echt, echt heel erg dankbaar voor. Als ik terugga naar dat moment, dan voelt het echt alsof iemand naast me stond om me gerust te stellen. Toen zijn we niet naar huis gegaan. We hadden toen echt behoefte om echt helemaal eruit te gaan. Dus toen zijn we naar zee gegaan. Hebben we over de duinen gewandeld, over het strand gewandeld. Op de duinen gestaan en naar zee gekeken. En ja, omdat ik studeerde klassieke talen. En daar heb je allemaal van dat soort ja, gedichten, lyrische dingen en teksten over de zee en zo. Dus van zo'n historisch figuur die opeens dus de zee bereikt na een hele lange tocht. Dus ja, dat soort dingen hebben we daar. Gewoon spontaan lyrische gedichten aan de wind meegegeven. De mensen vragen je hulp en dan moet je dat doen. Punt uit, klaar. Ik denk dat ik er een dikke 25 jaar heb gewerkt. Ook nadat ik de praktijk hier had neergelegd, toen had ik meer tijd. En ik heb nog nooit zoveel abortussen gedaan als in die tijd. We hebben gewoon verdomd veel van onszelf gevergd. Het was het in die tijd eigenlijk een soort heilig moeten. Ik kwam in Grubbevorst, waar uiteindelijk de directrice haar laatste jaren had gewoond. Het was voor mij heel belangrijk om een goed gevoel te hebben over de tocht die ik liep. En ik denk van, nou, het komt weer goed terecht allemaal. Ik ben blij dat zij ook een keer in het leven heeft gemaakt en niet die strenge non is gebleven die daar alsmaar in de gang stond en een keurende blik over je heen liet gaan. Dat maakte dat ik dus heel ja, veilig verder kon. Toen ik Eli leerde kennen, had ik wel die kinderwens die ik eerder niet had. Van nu ben ik er wel klaar voor, nu wil ik wel kinderen. Ik heb al kinderen uit het vorige huwelijk. Maar ik ben door de problemen die er zijn geweest met de zwangerschap en met mijn kinderen toen ze heel jong waren, heb ik me daarna laten steriliseren. Het ging heel erg spelen van... Ja, was het nou mijn laatste kans? Dus het ging sowieso meer in haar leven, in ons leven spelen, dat ze abortus had gedaan. Ik had helemaal geen ervaring met dat soort dingen. Maar dat contact maken ging heel makkelijk. Ik had heel snel het gevoel dat het een meisje was. Ja, dat was ook heel emotioneel. Na zoveel jaren heb je eindelijk een gezicht gekregen. Een wezen, een naam. Jij die nooit geboren bent en nooit gestorven.
Je leefde in mij, in mijn lichaam. Je was een deel van mij. Ik laat je los. Ik laat je gaan. Je kunt nu zonder mij bestaan. Het is nog steeds een fijne plek. Eigenlijk is alles wat dat betreft vredig geworden. Ik kijk erop terug dat ik goed werk heb gedaan. Ik heb heel veel gegeven. Je probeert je aan de regels van het leven te houden. Maar abortus was voor mij iets wat voor mij zo belangrijk was. Het gewenst zijn op deze wereld. En niet afgekeurd te worden in deze wereld. Als u nu 50 jaar later terugkijkt op uw carrière met betrekking tot abortus, ja. Hoe kijkt u daar dan op terug? We kwamen in de fuik. En een fuik die loopt langzaam toe en slaat dicht. We konden niet anders. We hebben een spoor nagelaten. Zeker, zeker. Als club,